Trokken de liftteams uit Antibes in de richting van Montpellier. De strijd om de eerste plaats gaat nu vooral tussen het team van Jens en Winnie en het team van Marco en Erwin. Sarah en Marloes werden van al hun spullen beroofd. Jocelyn haalde de meiden op en bracht ze naar de camping in Montpellier. Camping Oase. Waar? Route van La Paz in Lat, vlakbij Montpellier. Ja, we zijn met de trein mee, dus we kunnen beter met de auto gaan. Hier is aardig druk. Erwin en Marco zijn door meer geluk dan wijsheid op de eerste plaats terechtgekomen. En zijn er nu op gebrand de koppositie te behouden. We zijn nu bij Miramas. We hebben nog een uurtje. Ja, het ligt dus net iets na Montpellier. Ja. Dus dat is perfect. Nou, volgens mij gaan we het dan in tijd, op tijd redden. Dus we krijgen niet veel kilometers aan onze broek. Goede keuze gemaakt. Door met de trein te gaan. Met al dat zwart rijden. Ik hoop niet dat we gegrepen worden, anders zijn we de klos. Als Erwin en Marco gegrepen worden, dan staat Erwin in ieder geval zijn mannetje. Nou jij. Yes, we zijn bij! Eindelijk weer eens. We hebben ook wel verdiend aan die twee kutdagen. Bye. Bye. Jens, je moet een beetje onvertrouwd hoor, zo op tijd komen. Jens en Winnie zijn als eerste binnen. We zijn op tijd. Camping Loisis Palavagène. En nou, we gaan even de hitchpitch verrassen. Kijken of we haar hier tegenkomen. Jacco en Meriel hebben het ook gehaald. We zijn dus in Montpellier, het is 9 uur 's avonds. En Erwin en ik hebben besloten om het gelopen wat we altijd 's ochtends moeten doen, om die 's avonds te doen. Daar is de snelweg. We gaan een benzinepomp zoeken en dan gaan we vlak daarbij wild kamperen. Om morgen wakker te worden. En een benzinepomp te kunnen beginnen met liften. Erwin en Marco nemen een paar strafkilometers voor lief om morgenochtend als eerste weg te zijn. Marco, zet je anders even de tent op. Hier staat hij. Erwin zit in de tent. Ik voel me niet helemaal op mijn gemak hier, maar ja. Maakt niet uit. Het moet maar. Ik zou zeggen wel rusten. Terwijl Marco zijn tanden aan het poetsen is, inventariseert onze verdedigingsmiddelen even. Er liggen hier 2 haringen. 1, 2. 1 zakmes. Een hele gore voet. En een redelijk grote steen. Dus als we nog ongenode gasten krijgen, dan krijgen ze een warm welkom. Dat is die jongens. Droomzacht. Het is 5:07 en daar hebben we Erwin volgens mij. Heb je staan pissen? Even een stukje ochtendurine lozen. Ja, goedemorgen Erwin. Ik ben helemaal gestoken. Is geprikt. Door muggen, slangen, hagedissen. Ja. Haringen. Marmotten, ik weet niet wat allemaal, maar... Heb je wel lekker geslapen? Ja, ik heb heerlijk geslapen, een beetje onrustig, want we liggen natuurlijk niet echt op een hele relaxe plek. Maar... ja, nou ja, goed. We zien wel wat de dag weer gaat brengen vandaag. Hier hebben we dus geslapen vanochtend, vannacht. En daar hebben we Marco. Goedemorgen, Marco. Joehoe. Maar dat denk ik dat we best snel die tent af kunnen brengen. Ja. Voordat we de Franse mafiosi achter ons aankrijgen. Oké. Okay. Erwin en Marco hebben achter een benzinestation geslapen. Jens en Winnie worden wakker op de camping van de Hitchbitch. Ze hebben geen tent opgezet en zijn dan ook helemaal lek geprikt door de muggen. Jens zit even lekker te asfalteren en hij kijkt toe hoe Winnie en Muriel vervolgens het zware werk doen. Nou, we zijn dus hier op de lucht gaan slaan, maar we zijn ontzettend van muggen. En gewoon in mijn lip gestoken. Echt gewoon echt heel irritant. Echt slecht geslapen gewoon. Echt gewoon kut geslapen. Kutdag vandaag. Zo is het, Jacco. Blijf positief denken. Komt alles goed. Die lip gaat vanzelf over en borsthaar kan je scheren. Ik wil nu nog steeds winnen, want dat is natuurlijk uiteindelijk zit gewoon een prijs aan te komen en die wil ik gewoon winnen. En ik doe gewoon nog steeds mijn best en Winnie ook. Maar die zeggen, ach, maakt niet uit en laat het los en zo. Zal ik zoiets even loslaten? Dus we zijn gewoon, we stonden eerste en ik wil nog steeds winnen. Mij gaat het vooral met meedoen. Oeh, Jens, gat. Jongens, ruim jullie eigen ondergoed op. Ik hoef niet alles zelf te doen. Nou ja,
Welkom bij aflevering 11 alweer van Hitch Pitch. Jullie hebben de vorige aflevering kunnen zien dat Marloes en Sarah alles zijn kwijtgeraakt. Gelukkig heb ik de meiden gevonden. Ik heb ze 's avonds nog teruggebracht naar de camping. En vandaag mogen ze lekker met mijn creditcard, op mijn kosten dus, de hele dag gaan shoppen om nieuwe spulletjes te kopen. Twee teams waren de vorige aflevering op tijd. Marco en Erwin niet, maar die zaten wel vlak in de buurt. Ik ga nu lekker alvast een stukje rijden. Een stukje geschiedenis. We zijn dus compleet beroofd van alles wat we hadden, behalve dit. En onszelf. En onszelf. En vandaag is de bedoeling dat wij eens even een goede dag gaan maken en wat leuke dingen gaan terugkopen. Als ik niet de rest van de tijd in deze outfit wil rondlopen. Nee, ik heb moeilijk in dezelfde kleren de rest van de tijd. Ja, hè? Precies. En hopelijk hebben ze hier in Toulouse een beetje leuke winkels. En dan gaan we ons zelf weer een beetje aankleden. Ja, een beetje verwennen. Ja. Kijk, ik ben hier heerlijk aan het genieten van de natuur. Als een godin in Frankrijk leef ik hier. Ik denk dat ik dus nog even in La Douce France ga blijven. Ja hoor Marco, ik neem die tas wel mee. Dag Jens! Oeps. Het mooie is, hij gaat door naar Barcelona waarschijnlijk. Richting Bordeaux. Ja, is het wel een leuk autootje? Ja. Ik kan er wel mee door. Ja, hij gaat dus in ieder geval naar Toulouse. Nou, nothing Toulouse, zou ik zeggen. Kut, zit ik weer achterin. Hè? Zo, heel lekker. Voor jou. Wat ze voor me uitzoekt, hoor. Sarah toont u hier enkele combinaties in verrassende kleuren. Variërend van zakelijk sportief tot een tikje extravagant. Let u ook op de bijpassende haute chaussure. Ah, het ondergoed. Ik wil slapen. Het is bijna echt zo erger hoe duurder. Ik ben bang dat ik zo meteen naar de ritsgeur of zo. Heel bijzonder is deze creatie van Chinees satijn en okapi wol. En let u ook op het gewaagde gebruik van ruimtevaart polymeren. Ik heb iets schattigs. Yes. Ik zou nog één maandje kleiner proberen. Stoerder. Dat is een hippie. Ook helemaal terug bij mij geweest. De muts. Wanneer gaan jullie nou lingerie passen? Ik weet nog een leuk jurkje daar. Dit is van Marloes. Ei, dat witte topje heb ik helemaal niet voorbij zien komen. Winkelen is best leuk, maar het duurt. Jocelyn reist vast verder met een paar Engelse lifters aan boord. Oké, okay, so you're Susie and Ben. That's right, yeah. Ben, when I saw you standing in the street, I thought I had Buddy Holly or either Elvis Costello in my car. Elvis Costello, definitely. Yeah, yeah, prefer that one. Yeah, I was just gonna say, I'm probably not the first one to say that to you. No, I've had that a few times before. So what are you doing here in France? We're traveling around all of Europe, really. We started off in Amsterdam and then... Yeah, in Amsterdam? Yeah. And what did you do there? Lots of stuff. Lots of stuff. Well, you can say it. This is a youth program. Well, we went to coffee shops, obviously. Yeah. But I'm an art student in England, so we went to, like, the art galleries and... Yeah. Things like that. Yeah. It was interesting. And what do you do, Ben? I'm a student as well. I'm studying advertising. So you're gonna corrupt us in buying products? I'm gonna make you buy things you don't want. Okay, so Ben, which line, which is not yours, you wish you had come up with in advertising? Not so much a line, but there's some recent Heineken adverts. On the adverts in England at the moment are really good. It's just like some sort of a group of celebrities who are sort of pretty much hated, and they're all singing. Yeah. And it's just saying, buy a pint of Heineken or we'll keep running this commercial. And I just thought it was a really good idea. Do you have any celebrities you do like or who do fascinate you?
Robbie Williams. Robbie Williams, yes, definitely. Okay. But he's gay, so. He's gay? Yeah. I heard a completely different story. He's so gay. He's so gay? How do you know? Because he lives with his best friend. He's lived with forever, and his friend. So he goes everywhere with him because he's always captured, you know, on camera. And it's just he just says, "Oh, we're just good friends. We're just good friends." Yeah. And he's actually come out and said before, yeah, to a local radio presenter who, yeah, I knew that he was gay when he was in Take That. He said that. Yeah. Susie, you should be a gossip columnist. I know, shouldn't I? Nou, ik ga nog even lekker verder rollen met Susie en Ben, en ondertussen. We gaan jullie even naar reclame. Tot zo. Welkom terug. Ik zit hier nog steeds met Susie en Ben. En we zijn lekker aan het roddelen over Robbie Williams. Een van mijn all-time favorites. Maar volgens Susie is hij hartstikke homo. Nou, daar moet ik het fijne van weten. Okay, Susie, so tell me a little bit more about this, because this is very juicy. Are you sure he's gay? Yeah, definitely. All the women that he goes with all seem to be publicity stunts. They're all, yeah, you know, very stereotypical of what Robbie Williams should go for to get, yeah, him in the paper. Yeah. But how far does your admiration for Robbie stretch? I mean, would you try and find out his number and then stalk out his house and lie in front of his garden? No, that would just make me scary. I really like him, yeah, and I've been to see him in concert quite a few times, yeah, and it does make me go, yeah, I see him all the time, and I probably do kiss the pages of magazines with this picture. You do? What does he think of that? He just thinks I'm sad. Oh, God. And does she ever try to convert you into the Robbie Williams look? Wearing in the rock star, yeah, I Want to Be a Rock DJ, with a tiger. Did you buy him that? No, but I could have done. They were on sale, but they were very expensive. So. They were very expensive, yeah. Really? Okay, and have you ever tried to pretend he's Robbie Williams? All the time. All the time? Oh my God, you poor Ben. Yeah. Okay, so Susie, you've kind of told me your fantasy. Robbie Williams. Yeah, Robbie Williams. Do you have any fantasies? Probably Natalie Imbruglia, I think. Does she do anything in those fantasies, or? she'd do quite a lot, I think. Yeah, yeah. Please tell me. Well, I do have one fantasy, which is quite bizarre. Yeah. But okay, share it with me, please. It involves, you know, those buckaroo machines. What is that? Like, it's like a robotic kind of buffalo, and you have to stay on it. Okay, like a rodeo, like Madonna on her. Yeah, yeah, like okay. That. It involved one of them and some jelly, I think, as well. Okay, that's pretty bizarre. Yeah. But is that typical of English that they have bizarre fantasies? Because they look, you know, they have the stiff upper lip and they look very collected. No, I've told quite a few people my fantasy and they've just looked at me a bit weird. And I'm always a bit shy, but it's been my fantasy like for ages. I think it's hilarious. You know. Has he ever tried you to reenact this fantasy? No, we haven't found a buckaroo machine we can use. Okay, I should try and find out if there's one here in this city. We're almost at the station. I'm gonna drop you off and then have fun in finding that rodeo. Winnie en ik halen nu echt al onze technieken uit de kast. Vroeg ik op de snelweg of ik even mocht plassen. Nou, dat kon wel, dus komen we op de parkeerplaats aan. Ik eerst de wc zoeken en niet 10 minuten op zoek naar de wc. Helemaal verkeerd gelopen, helemaal naar de achter en weer terug. Nou, uiteindelijk wc gevonden, dus ik naar de wc. Plassen, even wassen, nog even mijn handen drogen, terug naar de auto. En ik zeg, Winnie, moet jij ook niet even plassen? Winnie precies hetzelfde, op zoek naar de wc, Winnie plassen.
Nou, we komen nu net terug, weer bij de auto. En deze meneer had het volgens mij allemaal al een beetje in de gaten. Maar toen heb ik hem ook nog gevraagd of hij niet nog even 5 minuten kon wachten. En op mijn allerbeste Frans heb ik hem uitgelegd dat dat nodig is, omdat we het volgende sms'je pas over 10 minuten krijgen. Hopen we. En deze meneer dus nog doorrijdt. Dus we zijn nu tijd aan het rekken. Ik vind het wel heel erg hoor, mensen die je een lift geven en heel aardig voor je zijn, dan ook nog zo behandelen. Dat kan eigenlijk echt niet. Stel, even die meneer filmen. En nog even wat extra aandacht geven. Ik ga hem gewoon simpel vragen hoe die heet. Comment vous appelez? Je m'appelle François. François. Et à qui vous travaillez? Travaillez? À la... société. La société. Oui, oké. Nou, hij zegt dus dat hij aan het reizen is naar een boerderij. Hij gaat koeienmelk of zo, geloof ik. Et vous avez enfant? Enfant? Oui, deux enfants. Twee kinderen heeft hij. En comment les appeler? Julien et Maxime. Julien et Maxime. Notre prinses. Prinses. Weet niet Engels, maar Frans praten. Oh, ik kan geen Frans. Notre. Oké, the king of the country. En français? Le roi. Ja, le roi. His wife. La reine. La reine. Ah, en hollandais, la reine. M'appelle Maxima. Nou, ik heb hem dus even uitgelegd dat in Nederland de prinses Maxima heet. En zijn zoon heet Maxime. Dus dat leek me wel even leuk om dat even in het Frans uit te leggen aan deze. Jens heeft moeite met Frans en Jacco en Muriel met elkaar. Jacco, kan even daar staan. Waar precies? Recht voor die auto? Ja. Kan je even hier staan? Stop u en u komt op tv. TV Hollandaise. We willen dus al de hele dag hier naartoe. En we staan volgens mij ondertussen al te lang langs de kant van de weg. En het schiet gewoon niet op vandaag, weet je. We komen gewoon echt niet weg hier uit Montpellier. En mensen gaan allemaal richting andere kanten als waar wij naartoe moeten. En het is een beetje een nodeloze, nutteloze zaak aan het worden hier te staan op dit moment. Nog steeds geen sms'je. Hoe lang hebben we al gewacht? Gaan we gewoon wachten tot u ons roept? Ik vind het wel brutaal. Gaan we wachten tot u ons roept of bieden we aan van, nou ja, jammer dan, laten we maar verder gaan? Ja, teer op, dan hoeven jullie mij niet zo aan te kijken. Moeilijke situaties altijd, hè? Ik vind het zelf lullig. Is ook heel lullig. Kunnen we eigenlijk niet maken om hem nou nog langer te laten wachten. Doe maar gaan dan. Zal ik nog één sigaretje roken? Nog één? Ja. Gewoon als laatste tijdrekmiddel moet ik gewoon nog zo nodig even een sigaretje roken. Ik zeg ook niks hoor. Ik zeg niet van nog één sigaretje en daarna afgelopen. Nee, ik pak er gewoon één. Wat is zo erg dit. Je schouder weghalen. Hoe moet ik mijn schouder weghalen? Waar? Hij zit te trommelen op mijn dashboard en nog een lunch te kijken. Terwijl ik even filmen. Oh, wat erg. Zijn er nog wel sigaretten? Ja. Waar dan? Waar dan? Oh, hier bij mij. Dat is echt erg, maar we doen het gewoon. Zullen we gewoon gaan? Nee, één sigaretje. Hij zegt het wel wanneer hij weg wil. Er staan grote belangen staan op het spel. Dus we moeten gewoon nu alles uit de kast halen om te winnen. Dat betekent ook dat we andere mensen hun gevoelens moeten kwetsen of in ieder geval in de waagschaal moeten leggen voor onze overwinning. Dus daarom rook ik gewoon nu nog een sigaret. En ook al trommelt hij op zijn dashboard en kijkt hij 10 keer achter elkaar op zijn horloge, blijf gewoon rustig tot hij ons gaat roepen. Oké, doe. Nou, we zijn weer 5 minuten verder. Sigaretje is opgerookt.
En begin nu toch heftige gewetensbezwaren te krijgen. Dus ik heb besloten dat ze gewoon even gaan vragen of die wil vertrekken of dat hij nog even wil wachten. Dus nu gaan we even in het Frans repeteren wat ik nou tegen hem moet gaan zeggen. Ik weet niet, wat moet ik tegen hem zeggen? Voulez-vous départon? Excuse me? Voulez-vous départé? Allez? Ja, à partir? Ja, oui? Oui. Oké, okay, nou. Even opletten, Win. Hij zegt dus dat hij wil vertrekken. Het laatste sms'je hebben, of we hebben het volgende sms'je nog niet gehad. Maar deze meneer zegt dat hij toch wel graag weg wil. Dus we kunnen niet langer blijven wachten. Dat kunnen we niet maken. Alles om te winnen, maar je mag niet te ver gaan. Jammer maar helaas. Life's a hit, bitch. Tactiek is mislukt. And then you die. Jens en Winnie wachten op een sms'je, maar Jocelyn heeft pas net een camping gevonden. Ik ben er. Helemaal uitgeput op de camping. Ik zie dat ik nou niet echt de meest fantastische plek heb gekregen. Een beetje industrieel. Maar ik ga even de campingbaas zoeken om een lekker plekje te scoren. Misschien is die wel heel goed. Het is trouwens wel heel erg, hè, wat er met de meisjes is gebeurd. Ja. De meisjes die zijn al hun spullen kwijt. De meisjes zijn beroofd. Hé, hey, daar zijn Marco en Erwin. Daar zijn de concurrenten. We zijn gewoon de vorige parkeerplaats samen ingestapt. En zoveel kilometer verder komen we hier tegen. Wordt het een beetje vervelend, jongens? Overrotten! Wordt het een beetje vervelend? Overrotten! 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 Nee, nee, nee! Overrotten! Overrotten in de bossen! Ah! Eén ding is zeker, die man neemt nooit meer lifters mee. Erwin en Marco zijn de grootste concurrenten van Jens en Winnie. Maar samen een biertje drinken, dat kan altijd. Koekje. Lift is in Toulouse. En waar zijn we? Toulouse. Het bier is op, het is weer ieder voor zich. En Marco staat lekker te liften. Erwin doet ondertussen wat research. Nou, nu kennen we dus ook het geheim van Jens en Winnie. Jens blijft achter de bosjes staan. En Winnie staat zo te liften. Kijk, en dan sta ik met dit. Toppunt van verschil. Wie heeft de mooiste benen? Winnie of Marco? Oké, we hebben een nieuwe lift. Oké, dat is dan duidelijk. Jammer, Winnie. Oké. Yes, keeper. Wat is het dat hij ons gaat brengen? Naar de eindstelling. Ja. Dus dat zou perfect zijn. We zijn er klaar van vandaag. We hebben nog maar 2 dagen. En dan zijn we in de goede richting. Hey, Pipneus en Pim. Kijk hoor. Jongens, jullie zijn thuis. Zo, Marco. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is jullie dag geweest? Ja, een zware dag, maar we hebben wel een leuk souvenir meegenomen. Ja. We dachten van, kunnen we wat... Cadeautje voor de hitsbits. Erwin en Marco hebben het weer geflikt. Beetje af, jongens. En we zijn er weer eens. We zijn weer eens als allereerste. Net als al die andere dagen, want we zijn de beste. Maar we weten nog niet zeker of we gaan winnen. Denk het wel. This man brought us all the way to the camping. And we saw him on the street and asked him, hey, please, vertel hem. En hij zei, yes. And now we are. Jens en Winnie zijn er ook. Maar dus niet als eerste. Ik zit lekker te loungen voor mijn campertje op de camping in Toulouse. 2 teams zijn op tijd binnengekomen. Marco en Erwin en Jens en Winnie. Marloes en Sarah hebben lekker kunnen shoppen vandaag voor nieuwe spulletjes. Die komen later. Ze krijgen in ieder geval 0 strafkilometers aan hun broek. Het enige team wat er dus niet is, dat zijn Jacco en Muriel. Want die zijn blijven hangen in Narbonne. En het klassement ziet er nu dus als volgt uit. Jens en Winnie zijn op tijd en krijgen dus 0 strafkilometers. Hetzelfde geldt voor Marco en Erwin, die bovenaan blijven staan met een stand van 438. Jacco en Muriel krijgen er 130 bij en komen dus op een totaal van 831.
Maar Loes en Sarah, een verhaal apart, blijven steken op 796 strafkilometers. Het wordt nu dus bloedspannend, want de strijd om de hoofdprijs gaat tussen Jens en Winnie en Marco en Erwin. De heertjes zijn lekker aan het frutten en tutten met het opzetten van hun tentjes. Ik snuif hier de heerlijke lucht op en die is onbeschrijfelijk lekker na een hele lange, warme dag in een bus. Volgende week is er weer een Hitch Pitch. Ik zie jullie dan. Volgende week in Hitch Pitch. De ontknoping komt steeds dichterbij. Wie gaat er met het prijzengeld van 10.000 piek vandoor? Zowel Erwin en Marco als Jens en Winnie zetten alles op alles om te winnen. Jens, wil jij nog wat zeggen in de camera? Een voetbaltunnel. Speciaal gemaakt voor Winnie en Jens. Dankjewel, Pom van 10 ton. Tot volgende week.